Nou, jongens en meisjes, we zitten met z'n allen in de hal deze ochtend. En jullie hebben het al gezien, denk ik, dat de vlag op het plein in de top van de vlaggenmast hangt. Ja. Want het is vandaag feest. En omdat het een feestje is, een belangrijk moment, is er zelfs heel veel bezoek bij. Vandaag in onze hal is bijvoorbeeld de wethouder van de Vught. En Anne-Marijke zit iets verder. Anne-Marijke, daar, ja, van de gemeente. Marieke van EcoSchools en de heer Koster, Robert Koster van Delta Wind. Nou, deze mensen gaan allemaal wel wat tegen jullie, bijna allemaal, wel wat tegen jullie vertellen. Maar ik mocht eventjes beginnen. Ik mis alleen eventjes het Eco-team zelf. Want die wil ik naar voren vragen om hier bij te gaan zitten. En juffrouw Linda is er ook. Ja, juffrouw Simone helaas niet, want die is thuis met het babytje. Jullie mogen hier gaan zitten op de krukjes. Als het goed is, zijn het er genoeg. Ja. Yeah. Nee, net eentje te weinig. Is er nog een krukje? Eventjes. Ja, achter. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou ja, 7 jaar geleden kwam ik op de achtsprong. Echt al een tijdje geleden. En toen was de achtsprong net begonnen met EcoSchools. En ik liep naar binnen toe en de directeur toen zei, ja, wij doen EcoSchools. En ik dacht, wat is dat? Oh, toch niet allemaal met natuur en zo. En we moeten hier toch rekenen doen en we moeten taal doen. Daar is toch de school voor? Maar toen we aan het kijken waren wat EcoSchools allemaal was, toen bleek het wel heel erg belangrijk te zijn. We zijn bijvoorbeeld begonnen met afval. Jullie zien hier afvalemmers staan. En al het afval wordt hier gescheiden. We hebben plastic afval, papier en restafval. En we halen het niet alleen maar apart op. We zorgen ook nog eens dat er weinig afval is. Niet al te veel afval. Propjes papier gaan we hergebruiken. Niet te veel pakjes drinken, maar gewoon drinken uit een beker. Zodat we maar weinig in de prullenbak hoeven te gooien. En dan hoeft dat ook niet opgehaald te worden. En allemaal verbrand te worden, wat ook weer slecht is. En wat allemaal geld kost. Dus we zijn ook nog eens een keer heel zuinig. Dus we zijn met afval heel goed bezig eigenlijk. En dat is in de loop der jaren heel gewoon geworden. Niemand denkt er meer over na van waar moet het papier naartoe. Nee, dat gaat gewoon in de kartonnen doos in de klas. Of waar moeten we plastic in gooien? Dat hebben we in de plastic bak. Het wordt dus allemaal heel erg gewoon. We zouden het zelfs missen als het hier niet meer staat. En ook ieder jaar doen we acties. We ruimen alles om de school heen. Maar zelfs in het dorp gaan we alle propjes papier opruimen. En dat gooien we dan weer netjes weg. Dus het wordt er ook heel schoon door. En toen het afval op de achtsprong heel goed geregeld was, dachten we, wat moeten we nu gaan doen? Weet je wat? We gaan werken aan energie. Minder energie kwijt raken met bijvoorbeeld de lampen aangaan als je niet in de klas bent. Ik kijk nou naar groep 3-4 en ik zie dat de lampen uit zijn. Hartstikke goed, want er is toch niemand. Waarom zou je het licht aanlaten? En de verwarming zorgen we dat die een tandje lager is. We kunnen ook een vestje aantrekken of een wat dikkere trui. Nou, en dat is allemaal goed voor het milieu, toch? Ja. Vincent? Ja. Wat zeg je, Vincent? Warme truiendag. En dan doen we dus mee, ook aan acties, zoals de warme truiendag. Ieder jaar opnieuw. En zouden we dat een jaartje niet doen? Ik weet zeker dat we dan denken van, dat missen we. Waar is de warme truiendag? Dus ook dat is eigenlijk heel gewoon geworden. Iedere vrijdag gaat op een gegeven moment, als het winter wordt, het Eco-team alle verwarmingen langs. Hè? En dan draaien we weer een stukje terug. Dat als je in de loop van de week iets te hoog is komen te staan, dat we aan het begin van de week en in het weekend, als er toch niemand is, de verwarming lekker laag hebben. En zo maken we het eigenlijk heel erg gewoon. Dat was de energie. En toen dachten we, wat kunnen we nog meer doen? Toen kwamen de schooltuintjes. Weten jullie dat nog? De laatste maanden hebben we niet zo heel veel met de schooltuintjes meer gedaan. Zijn we zelfs een beetje mee gestopt. Maar in het begin was het heel erg leuk. We hebben de schooltuintjes gemaakt. We zijn plantjes, tomaten, aardbeien, uien en nog heel veel andere dingen zijn we gaan zaaien. En we hebben het ook geoogst. We hebben er soms zelfs dingen van gekookt. En we hebben het ook nog proberen te verkopen aan de kant van de weg.
Weet jullie dat nog? Nee, niet meer? Nou, dat is al een tijdje geleden. Ja, dat kostte wel heel veel tijd. En we dachten, we willen eigenlijk ook nog andere dingen doen. Dus we moesten gaan kiezen. En het afgelopen jaar hebben we daarom vooral gewerkt aan duurzame producten, zoals dat heel mooi heet. Dat als je gaat eten, dat je niet altijd het eten van heel erg ver hoeft te halen, maar ook hier uit de buurt. Er zijn genoeg aardappelen hier in de buurt. Tomatenkwekerijen, waar we de tomaten kunnen halen. Dus waarom zou je tomaten uit een heel warm land halen? Dat noemen ze duurzaam. Dat is eigenlijk veel beter. Hoeft er niet in de vrachtwagen vervoerd te worden hier helemaal naartoe. Beter voor het milieu. We hebben het gehad over windenergie. Weten jullie nog de touchtable die achter in de school stond daar? Waar we veel hebben geleerd over gezonde vormen van energie verkrijgen door de wind. De wind waait toch altijd. Hebben we het ook over gehad. En nou gaan we allemaal leuke projecten doen in plaats van de schooltuintjes. Nou, daar heeft het ecoteam altijd wel heel erg hard aan gewerkt. Want na een vakantie zijn we alles weer een beetje vergeten. En wat doet het ecoteam dan? Die komen dan langs alle klassen met een presentatie. Van weten we nog hoe dat we het allemaal zouden moeten gaan doen? Even alles opfrissen, afspraken weer helder. En dan gaat het weer zoals het hoort. En eigenlijk alles wat we doen, tot nu toe, wordt heel gewoon. Het zit in ons hoofd. Het zit zelfs in ons hart. Ik denk dat eco ook in ons bloed zit. Want we vergeten het niet. En soms, ja, dan moeten we nog een beetje strenger voor onszelf zijn. Maar meestal gaat het gewoon hartstikke goed. En vinden we het heel gewoon. En ik denk dat dat nog het knapste is. Wij denken met de eco niet allemaal hele moeilijke, ingewikkelde dingen. Die heel veel geld kosten. Maar gewoon al die simpele stapjes die we kunnen doen. Zoals het afval scheiden. En dat goed regelen. Goed omgaan met energie. Ja, dat is eigenlijk wel wat eco voor de achtsprong tegenwoordig betekent. Nou, het ecoteam is heel erg enthousiast geweest. En vandaag hebben we dan ook iets bereikt, behaald. Achter ons zie je een grote ecovlag. Maar vandaag verdienen we eigenlijk al de derde ecovlag. Ook de gemeente is daar heel erg blij mee. En daarom is de wethouder hier. En die gaat jullie ook iets vertellen. De wethouder is eigenlijk een beetje de hulp van de burgemeester. Dus we zijn wel heel erg vereerd met uw bezoek. Dank u wel. Maar hallo allemaal. Hallo. Ik ben Arend Jan van der Vlecht en zoals de schooldirecteur, meester Marco, hè, zeggen jullie geloof ik. Al zei, mag ik binnen de gemeente wethouder zijn? Samen met de burgemeester en met vier andere wethouders proberen wij het beleid van de gemeente te maken, maar ook uit te voeren. Dus dat is een hartstikke leuke baan. En ik ben zelf dan verantwoordelijk voor duurzaamheid en innovatie binnen de gemeente. En vind ik het ook heel leuk om dan hier ook vandaag bij jullie te zijn. Om de vlag eigenlijk voor de derde keer uit te reiken. Maar ook het certificaat wat erbij hoort. En ook jullie te vertellen dat wij super blij zijn als gemeente met de achtsprong en met jullie bijdrage erin. Dus dat doe ik ook graag. En vanaf 2010, zei je al 7 jaar volgens mij geleden zijn jullie begonnen. En 2012 de eerste keer de vlag gekregen en toen nog een paar keer. Dus dan ben je al heel lang bezig en nou, als ik dan hoor wat jullie allemaal doen, dan doe je dat natuurlijk super goed. En dat komt eigenlijk een beetje door jullie. Hè? Dat eco-team, dat is gewoon de motor achter duurzaamheid hier. En jullie hebben allemaal activiteiten. Nou, de meesten noemden het allemaal op wat jullie doen. Ik zag ook nog een bakje met speciaal voor batterijen en spaarlampen die je dan nog, of voor lampen die je dan nog apart gaat inzamelen. Want ook batterijen die horen natuurlijk helemaal niet bij het afval. Maar ook de landelijke opschoondag hebben jullie volgens mij meegedaan. Dus overal papier wezen prikken, zijn hier allemaal spullen opgeraapt. Want ja, dat hoort natuurlijk niet op straat, dat moeten we allemaal netjes inzamelen. Dus dat doen jullie hartstikke goed. En ook die warme truiendag, hè, hartstikke leuk. Het valt wel mee, hè. Als je dan lekker een warme trui aan doet, en dan is het helemaal niet zo koud. En dan bespaar je toch heel veel CO2, noemen ze dat. Dus uitstoot, heel goed voor het klimaat. Bespaar je daarmee. En volgens mij hebben jullie ook knutseldingen doen jullie met afval. En dat is natuurlijk wel leuk. Dan zie je dat niet alles afval is. En als je het nog kan hergebruiken, dus dat je andere dingen ermee kan doen, daar leer je natuurlijk heel veel van. Dus dat is mooi dat jullie dat zo doen. En als je dan het rapport leest, ik heb het rapport ook gekregen van de commissie. Ik weet niet, Marijke was het, hè? Ja. Anne-Marijke, Marieke. En Marieke, jij bent hier ook bij betrokken geweest, denk ik. En dan zie je dat jullie heel positief eruit komen. Dat is echt heel goed gedaan. En er zijn ook nog een paar tips die worden meegegeven. Wat zou je nog anders kunnen doen? Of wat zouden we nog beter kunnen doen? En dan, dat vinden we ook leuk. Dus als we als gemeente jullie daarbij kunnen helpen met nog dingen toe te voegen of nog dingen op te pakken, dan doen we dat graag. Dus misschien kunnen we dan ook elkaar nog een beetje helpen om verder te komen.
Want de gemeente vindt het heel belangrijk, dat is ons streven om 2020, dat is over een paar jaar, energie-neutraal te zijn. En energie-neutraal, dat betekent eigenlijk dat je net zoveel stroom duurzaam op wil wekken. Dus met windmolens, met zonneparken, misschien wel een getijdencentrale bij Oudorp in de Brouwersdam. Net zoveel stroom opwekken duurzaam als dat we gebruiken. En dat gebruiken, dat is dan voor je verwarming in huis, maar dat is voor alle auto's die heen en weer rijden op het eiland. Dus alles wat met energie te maken heeft. En dat willen we graag dus net zoveel opwekken als dat we gebruiken. En dat gaan we ook halen in 2020. En dat doen we dan met het opwekken van energie. Maar we doen het ook met besparen van energie. Dus we gaan ook uitleggen waarom dat mensen hun woning moeten isoleren. En hoe dat je minder energie kan verbruiken. Nou, daar zijn jullie ook mee bezig. En we doen dat met mobiliteit. Heel veel auto's rijden natuurlijk op dieselolie of op benzine. En we willen graag dat ze op elektriciteit gaan rijden. Of op waterstof zelfs. Dat is helemaal nieuw, waterstof. Dus dan gaan we proberen om mensen ook proberen auto's te laten kopen die dan veel duurzamer zijn. En we geven als gemeente voorlichting. En dat zei ik al, dus als we jullie kunnen helpen nog met de eco-schools of met dingen, dan doen we dat graag. Dus neem contact op met Anne-Marijke of met mij of mensen van de gemeente met duurzaamheid. Om te kijken van joh, hoe kunnen we jullie nog een stapje verder helpen. En dan in dat voorlichting geven, daar hebben we op 8 en 9 december, dus dat is binnenkort, net na de Sinterklaas, hebben we een hele grote beurs in de Staveren Middelharnis met 60 of 58 stands. Met allemaal bedrijven met duurzaamheid. Die ook de mensen, onze inwoners, gaan vertellen hoe dat je het anders kan gaan doen. En wat er allemaal mogelijk is. Maar er is op 9 december, op die zaterdag, is er ook een kidsplein. En dat is heel erg leuk voor jullie ook. Dus kom op met je ouders, gaan we daar naartoe. Er worden spelende wijs allemaal leuke projecten worden er gedaan. Dus waar jullie ook actief bij betrokken worden. Er is ook de raceauto van de TU Delft. Vanuit de onderwijsinstelling die is erbij betrokken. Die staat er ook. Daar mag je foto bij maken en zo. Er staat toevallig in het eilandennieuws die gisteren bij jullie op de mat gerold is thuis. Er staat ook een advertentie in, dan kun je alvast die raceauto zien. Maar dat is ook heel leuk om naartoe te komen, dus roepen tegen je ouders en kom in ieder geval op die dag ook naar Middelharnis. Maar in ieder geval nogmaals, hartelijk dank dat jullie zo meewerken aan het duurzaam maken van goede overvlakken. En dat doen jullie natuurlijk vooral als leerlingen, zijn jullie daar heel actief mee en moet je daar lekker je bijdrage aan leveren. Maar het is wel de schoolleiding, juffrouw Linda en meester Mark Co. En juffrouw Simone. En dat is trouwens leuk dat ze thuis is, want dat is maar voor een goed doel. Als je zwanger bent, een zwangerschapsverlof, dat betekent dat je een kindje krijgt. Dat is ook altijd heel erg leuk. Maar die met z'n drieën, jullie trekken daar hard aan. En wat dat betreft ook super dank namens de gemeente dat jullie zo actief binnen de school daarmee bezig zijn. Maar het allerbelangrijkste, heb ik begrepen, zijn jullie. Hè? Het eco-team die daar hele dagen mee bezig is. En dat is Angelina. Ik heb het opgeschreven, want anders kan ik het allemaal niet onthouden. Rowan, wie jij dat? Nick, Jaslyn, Luna en Matthijs. Kijk, en jullie zijn volgens mij nieuw aan het team toegevoegd, heb ik begrepen, hè? Nog maar net begonnen. Dus nou, er is nog heel veel werk te doen, maar dat is hartstikke fijn dat jullie dat ook willen gaan doen. Dus dankbaar zijn wij in ieder geval, leuk dat jullie zo actief daarmee betrokken zijn. En ik vind het echt mooi dat we dus zometeen de vlag en een certificaat uit mogen reiken. Om ook te bewijzen dat dat gelukt is en dat jullie dat ook mogen laten zien dat je dat doet. En zo kunnen we samen met elkaar werken aan een heel mooi, vitaal noemen wij dat, gezond en fijn Goeree-Overflakke. En dat is eigenlijk voor jullie toekomst. Dat is mooi omdat je nog allemaal lekker jong bent. Ik bedoel, voor ons, valt wel mee, hè? Ik ben 45, maar dan heb je wel zoiets van, joh, voor jullie is het echt voor jullie toekomst. Dus lekker werken aan een schoon en duurzaam Goeree-Overflakke. Dus ik ga het certificaat uitreiken. Dus hartstikke bedankt dat jullie zo actief zijn. En dan ga ik, denk ik, samen, het is wel leuk misschien samen te doen, even het certificaat denk ik aan de directeur overhandigen. En misschien de vlag, of aan jullie, Linda, misschien ook aan jou. En dan de vlag doen we gewoon aan jullie, dan hebben we leuk, iets leuks om te doen. Kijk, dus, hoe gaan we dat doen? Ja. Anne-Marijke die gaat een fotootje maken, dus dat wil ik. Kijk, we doen het nog een keer bij jullie zo. Deze is voor jullie. Mooi plek in de hal. En ik denk dat we dan de vlag. Ja. Dat is bij jullie. Kom maar eens op. Dan wappen we maar eens uit. 1, 2, 3. Zo. Kijk. Nou, super. Ja, we hebben hem. Nou, gefeliciteerd. En succes. Nou, geweldig. We hebben ze al gefeliciteerd, maar nog een applausje. En voor iedereen trouwens, want iedereen werkt mee, hè?
applausje voor jezelf. Yay! Jullie mogen allemaal heel erg trots zijn op jezelf. Dus hè, tegen papa en mama, als je straks naar huis gaat, moet je maar vertellen hè, wat jullie allemaal hebben bereikt op school. Ik hoop dat jullie dat dan vaker doen, want zij moeten ook heel erg trots zijn op wat jullie allemaal doen hier op school. En natuurlijk op Marco en Linda en Simone, die er niet is. Want zoals we het al hoorden, jullie doen het met z'n allen. Super. Er is al heel veel verteld, dus ik doe het heel even kort. Maar wij van de gemeente, want EcoSchools werkt samen met de gemeente en DeltaWind. We zijn dus heel trots op jullie. En DeltaWind laat zien straks hoe trots ze zijn op jullie, want jullie krijgen nog iets. Nou, het Eco-team, jullie zijn ook al bedankt. We weten allemaal wie erin zit. En ik wilde alleen nog eventjes vertellen over een paar voorbeelden geven van dingen, die activiteiten die jullie hebben verricht vanuit het Eco-team. Bijvoorbeeld dat jullie een eco-poster hebben gemaakt, klopt dat? Een hele mooie, die hangt in de gang. Wat? We hebben twee gemaakt eigenlijk. Jullie twee? Ja. Super, ja, ik heb het gezien hoor. Een heel mooi plaatje staat ervan in het audit. En hij hangt hier in de gang, denk ik. Nou, mooi. En Nick, je hebt heel vaak in de meterkast gezeten, hoorde ik. Nee, ik niet. Jij niet? Oh, iemand. Wie heeft in de meterkast gezeten? Ja? Verstopt in de meterkast, hopelijk niet het hele weekend. Maar jullie hebben de meterstanden bijgehouden, super. En misschien een leuk ideetje om nu, met wat jullie allemaal weten, om te kijken van hoeveel energie jullie nu verbruiken. Dus dat jullie ook daar iets mee gaan doen. Dus, en we hoorden dat er een eco-krant komt. Klopt dat? Of is dat nog een geheim? Oh, nou, we zagen iets. Het idee is er. Nou, hartstikke leuk idee, hopelijk. Misschien zijn jullie heel blij dat jullie dit horen. Een eco-krant, dat is natuurlijk super stoer. Dus wij zijn heel erg benieuwd. We willen jullie allemaal feliciteren. En we zijn heel erg benieuwd wat jullie in de komende 2 jaar nog allemaal gaan doen. Want over 2 jaar kunnen jullie weer zo'n mooie groene vlag verdienen. Nou ja, dan hangt de hele school straks vol met vlaggen. En dan kan je de ingang bij niet vinden. Maar dan zijn jullie wel een hele duurzame school. Want juf Linda, die wil van deze school een duurzame school maken. En directeur Marco, die heeft zoiets van duurzaamheid moet leuk zijn. En we blijven vernieuwen, dus continu nieuwe dingen doen. Dus dat is hartstikke spannend. Dus heel veel plezier de komende 2 jaar. Dankjewel. Goedemorgen allemaal. Mijn naam is Robert en ik werk bij coöperatie DeltaWind. En wij zijn een club waar mensen die hier op het eiland wonen lid van kunnen worden. En met elkaar wekken wij duurzame energie op. Dus we hebben windmolens en we hebben een zonnepark in Oudorp. En daarmee dragen we bij aan een duurzaam goede overflakkee. Wekken we dus schone energie op met elkaar. En DeltaWind is al heel erg lang eigenlijk een supporter van EcoSchools. We vinden dat een heel mooi project, omdat jullie daar op een leuke manier bezig zijn met wat is duurzaamheid. Het milieu, dat is belangrijk en dat leren jullie daar. En de directeur die gaf het net al aan. Via EcoSchools wordt het eigenlijk normaal dat je op een goede manier omgaat met afval en met energie en met allerlei andere zaken die daarbij komen kijken. En daarom supporten wij EcoSchools al heel erg lang. En dat blijven we ook zeker doen. Ik wil daarom graag het Eco-team een cheque uitreiken. En dat is eigenlijk als ondersteuning voor jullie om de komende tijd hard verder te gaan om nog duurzamer te worden. Dus kom erbij zou ik zeggen, dan reiken we de cheque uit. Zal ik hem in het midden geven? Dat is misschien het makkelijkste. Alsjeblieft. En heel veel plezier ermee. En een groot applaus. €500. Daar kunnen we wel wat mee, hè? Dat denk ik ook. Daar denk ik ook veel plezier ervan. 1, 2, 3. Hoera! Het Eco-team is er helemaal klaar voor, dus maak het maar eens lekker stil. Parkeer die billen maar eens even goed op je bank of je terug. De skatebaan. Zo, dat was een eindje lopen zeg. Ja. Ik ben er lekker uitgepakt van. Gelukkig hebben we drinken bij ons en onze rugzakken. Ja.
staat super ver weg. Daar heb ik echt geen zin in. En nu had ik ook. Kom, wat gedaan. Oh jee! Wie doet nou zoiets? Het is niet te geloven. En er staat zelfs een prullenbak. Ik zie nu in ieder geval niemand. Ik ook niet. Snappen deze mensen dan echt niet dat het gevaarlijk is voor de natuur? Ja, de dieren kunnen het opeten en dan zelfs doodgaan. Ja, we moeten degene die het gedaan hebben opsporen, zodat het niet nog een keer gebeurt. Goed idee. Kantina. Zo, dat was weer een gezellig gesprekje. Alles ziet er weer net uit. Tijd om naar huis. Hey, dag is. Ja, ik heb een vriendje. Oké. Jullie moeten stilschieten, hè, allemaal. Oké. Maar zullen we de woordwaarders flink op zijn kop gaan zetten? Ja! Goed zo. Right. Nou, we zetten de radio even op. Zo, van de dans krijg je wel dorst. Even wat drinken pakken. Ah, hier zo. Zo. Zullen we gaan? Jeetje, die zijn nog laat open. Zullen we ook eens gaan kijken? Oké. Dat is gek. Het licht staat aan, de koelkast staat open en er is niemand meer. Zo, deze blijft weer lekker koud. En dat is ook zonde om aan te laten staan. Zo. Kunnen we niet filmen hoor? Wie zou dit nou gedaan hebben? Laten we dat. Thank you.
zo, dat moest een beetje stappen met je buik. Ja. Maar het zijn dit. Zwakke. Oh, nee, dat kan niet. Kom, die gaan we spuiten met giftig bestrijdingsmiddel. Zullen we vandaag voor gaan zorgen dat al die rotsluipen van ons puin verdwijnen? Spuit ze lekker met gif in. Goed zo. Hé, hey, moet je daar kijken. Zijn dat niet die mensen die gisteravond bij de afspraak waren? Je hebt gelijk. Kom, we gaan kijken wat ze aan het doen zijn. Wat zijn jullie aan het doen? Er gaat u niks aan! Dit spul is hartstikke slecht voor de mensen die het gaan eten. Ze krijgen hierdoor een beetje gif binnen. Ja, je kunt beter je groentjes biologisch telen. Het is zonder dat slechte spul. Kijk, je kunt op het etiket zien dat er giftige bestrijdingsstoffen in zitten. Nou ja zeg. Pak je plaats. Vreemde mensen in mijn kantine? Ja, niet alleen in kantine. Ze hebben ook ingebroken bij de asbom en ze zijn in de moestuin geweest. Ja, en het enige wat ze steeds doen is energie verspillen en slecht zorgen voor het milieu. Wat heb je daar nou aan? Ha, als je het over de duivel hebt, daar zijn ze. Wat komen jullie hier doen? De politie bellen. Ja, ik heb een mobieltje bij me. Snel opschieten, anders zijn ze zo weg. Hallo, wilt u snel komen? Er zijn hier twee mensen die steeds slechte zaken doen voor het milieu. Maar kom snel, dan leggen we het straks beter uit. U had gebeld, waarmee kan ik u van dienst zijn? Die twee mensen zijn al een aantal dagen bezig met slechte zaken voor het milieu. En we hebben ze betrapt op het gebruiken van giftige bestrijdingsmiddelen. Ze hebben ingebroken in mijn kantine, de koelkast open laten staan, de radio aan laten staan en het licht aangelaten. Ze hebben ingebroken op school de afstroom en het afval in de verkeerde bak gedaan waar het recyclen niet meer lukt. Dat zijn geen goede zaken. Ik zal eens een hartig woordje met ze gaan spreken. En ze hebben ook nog de fles tussen de bomen gegooid. Kijk daar maar. Heren, ik heb gehoord dat jullie de laatste dagen aantal slechte daden hebben misdaan. Afval weggooien, inbreken, koelkast open laten staan, lampen aan laten staan en giftige bestrijdingsmiddelen gebruiken. Wat hebben jullie daarop te zeggen? Het is bestrijding! Dat maakt me niks uit. Jullie zijn allebei even schuldig en ik vrees dat ik jullie mee moet nemen naar het bureau. Alles is geregeld. Mooi, dan kunnen wij ook gewoon weer verder. Inderdaad.